Verhoeven Timmerfabriek is een timmerfabriek met ongeveer 40-tal mensen. Wij voeren hier een tweetal producten. Het eerste product wat we voeren is mallen voor de betonindustrie. Waar we het goed in zijn, zijn producten die rond en krom en bijzonder zijn. Zodat we hele mooie viaducten, bruggen of pijlers kunnen maken voor de infrastructuur. Het tweede product wat we voeren, dat is prefab timmerwerk. In 2012 zijn wij gevraagd door de Floriade-organisatie om daar paviljoens neer te zetten. Die werden een half jaar gebruikt en daarna kwam de vraag, kun je ze ook weer ophalen? Vanaf dat moment zijn we gaan nadenken over houten gebouwen, een houten systeem, waarbij we eigenlijk een tweede, derde, vierde leven konden garanderen in de kwaliteit. Als LIOF vinden wij belangrijk dat bedrijven bezig zijn met innovatie. Innovatie neemt risico's met zich mee. En door middel van subsidie kunnen wij een stukje van dat risico wegnemen. Wat de maakbedrijven, waaronder Verhoeven Timmerfabriek, in staat stelt om zich ook bezig te houden met innovatie en met nieuwe producten te komen. Het speciale aan MDLX is dat wij een bouwsysteem hebben ontwikkeld. Wat drie kenmerken heeft. Dat is dat het er mooi uitziet. Dat het erg betaalbaar is. En dat het duurzaam is en een bepaalde kwaliteit. Maar ook in het circulaire verhaal. Wij noemen het KNEX voor grote mensen. Dat wil zeggen dat we losse kolommen hebben, we hebben losse liggers en we hebben losse vloeren die we eigenlijk als een plug-and-play systeem aan kunnen pluggen of weer weg kunnen halen. Daarmee heb ik dus een gebouw wat ik op ieder moment van de dag als het ware terug kan geven met een statiegeldprincipe. Of ik kan het uitbreiden, kan meeademen als een adaptief systeem in het totaal. Ik zou andere ondernemers willen meegeven, als je een idee hebt, ventileer dat eerst wat breder in de markt, de potentiële markt die er is. Als je merkt dat je succes hebt, ga dan een partij als het LIOF erbij halen. Innoveren gaat eigenlijk nooit snel genoeg, dus daarin is het de welkome aanvulling op je project. Benieuwd of we ook iets voor u kunnen betekenen?